Cultura niet in de zin, praten we met Bert den Boer over zijn nieuwe boek en met Marianne Eekhout van het Dordts Museum over I Love Dordt. Marion van Brugge, initiatiefnemer en netwerkcoördinator bij Netwerk Dordtse Helden. Van daaruit mede-initiatiefnemer van Licht voor Dordt en betrokken bij de hulplijn daarvan. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinhorst. We praten met een aantal gasten. Bij mij aangeschoven is in ieder geval Bert den Boer. Voor het eerste half uur, Bert. Daarna ga jij als een speer naar Utrecht. En dat heeft alles te maken met dit boekje. Klopt. En dat boekje heet Stop met sociaal ondernemen. Dan denk ik, moet je daar nou een heel boek voor schrijven om ergens mee te stoppen? Maar jij gaat het me uitleggen. Ik ga het je uitleggen. Kijk, het is natuurlijk een intrigerende titel, want stoppen met social ondernemen, terwijl social ondernemen eigenlijk wel in de picture is. Er zijn veel mensen die beginnen met een onderneming waarbij ze de maatschappelijke doelstelling combineren met gewoon ook winst maken. Ja. En de titel laat zien dat als je alleen maar sociaal onderneemt, alleen het sociale benadrukt, dan ben je eigenlijk verkeerd bezig. Het gaat echt over die balans. Ja. Winst, geld is geen vies woord. En veel social ondernemers starten vanuit idealisme. Dat is prachtig, maar daar hou je het niet mee vol. Als je alleen maar leeft van fondsen of wat dan ook. Ja, maar ik denk dan ogenblikkelijk van we komen uit een periode dat bijna alles ging over winst maken en over profit en over dat soort zaken. Dus dan denk ik, dan is dit toch een hele mooie tegenhanger. Dat jij de titel intrigerend vindt, laat al zien dat het een goede titel is. Ja. Want juist in deze tijd zou je kunnen zeggen dat we toch wel vraagtekens zetten bij meer. En de coronatijd geeft ook iets van bezinning. En je ziet dat heel veel ondernemingen toch ook beseffen dat ze naast winst maken ook maatschappelijk iets te doen hebben. Ja. Dat zie je op allerlei vlak. En ik heb bijvoorbeeld het verhaal gelezen over de vegetarische slager, om één voorbeeld te noemen. Mm-hmm. Die vanuit een idealisme vleeseters ook aan vegetarisch eten zien te krijgen. Ja. Gewoon iets begonnen is. En zo beginnen heel veel social ondernemers met ik wil iets betekenen. Het gaat over zingeving vaak. En die beginnen met klein vaak. En dan is het de kunst dat je zeg maar die balans weet te vinden tussen dat je bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking werk biedt. Want 60% van de social ondernemingen doen dat. Ja. Maar ook gewoon zo'n onderneming op langere termijn levensvatbaar weten te houden. Want om je een beeld te geven, er werken 80.000 mensen bij social ondernemingen. Het gaat voor 4 miljard per jaar in om. Het neemt alleen toe. Alleen ook heel veel social ondernemingen hebben een kort bestaansrecht. Ja. Maar even voor de kijkers en de luisteraars thuis. Want jij hebt het over sociale ondernemingen. Ik denk dat het goed is om daar even heel precies het begrip in te kaderen. Want dat is niet ieder bedrijf wat het stempeltje sociaal voor de activiteiten plaatst. Het is een heel gerichte een manier van ondernemen. Ja, het zijn ondernemingen die maatschappelijke doelstelling koppelen aan rendement. Ja. En in die zin zijn het, juist zou ik zeggen, hybride ondernemingen die twee doelstellingen hebben. Ja, maar is dat nou ook wat we vroeger, zeg ik dan maar als oude man, sociale werkvoorziening noemden? Of kan ik dat niet zo? Nee. De sociale werkvoorziening is een overheidsorganisatie, een semi-overheidsorganisatie. Mm-hmm. Ik heb er ook bij gewerkt. Dat is eigenlijk een politiek bestuurd bedrijf. Ja. Wat met overheidsgeld, belastinggeld draait. En natuurlijk worden er allerlei producten gemaakt, maar er moet vaak heel veel geld bij. Mm-hmm. En een van de adviezen in het boek, dat is niet mijn advies, want ik teken in het boek ook het verhaal op van een succesvolle sociale ondernemer, ja, Peter Hobbelen, die hier in Dordrecht ook een vestiging heeft, als onderdeel van zijn bedrijf. En een van zijn adviezen is om van sociale werkvoorzieningen sociale ondernemingen te maken. Mm-hmm. Omdat de werkelijkheid van de sociale werkvoorziening is dat er talloze miljoenen tekort
komen vaker. Ja, dat, dat moeten wij, zeg ik maar even, als burger bijbetalen. Ja. Van de gemeentes die verantwoordelijk zijn. Voor ik herinner mij wel de beweging dat sociale werkvoorziening wat meer op afstand van de gemeenten werd geplaatst. Ik weet niet of dat proces nou zo soepel verliep, maar hij zegt, maak dat proces af. Nou kijk, de participatiewet is gekomen. Kijk, onze koning Willem-Alexander heeft in 2013 de participatiesamenleving aangekondigd. Dat is nog het politieke woord van het jaar geweest. En die participatiesamenleving heeft de participatiewet opgeleverd. Nou zijn er altijd wetten geweest door de jaren heen om mensen die minder kansrijk zijn aan de slag te helpen. Ja. Het effect van die participatiewet is geweest, blijkt ook uit een lijvig rapport waarin die wet is geëvalueerd, dat die eigenlijk mislukt is. Ja. Er zijn niet meer mensen aan de slag gekomen. En juist mensen die vroeger in de sociale werkvoorziening aan de slag kwamen, zitten nu vaak thuis op de bank. Dat komt omdat gemeentes vooral geld krijgen voor mensen die ze weten te plaatsen. Dus die investering kansrijke mensen. Ja. Nou, ik herinner me wel die het uitroepen van die participatiesamenleving. Ik was er een beetje boos over destijds. Die participatiesamenleving is eigenlijk een Brits model, Philip Blond. En is geen bezuinigingsoperatie. En dat was het in Nederland ineens wel. Ja, ik bedoel, zat daar de pijn dan ook? Ja, omdat het een bezuinigingsoperatie werd. Naast andere bezuinigingen in het sociaal domein, de jeugdzorg onder meer, is het eigenlijk zo dat gemeentes met minder geld hetzelfde moesten doen als wat daarvoor al lastig was. Ja. En, dus er is een probleem verplaatst naar de gemeenten en die worden dan gefinancierd. En die financiering zorgt ervoor dat zeg maar, mensen die vroeger dus aan het werk kwamen, via die sociale werkvoorziening, nu thuis op de bank zitten. Dat is eigenlijk schrijnend. Ja. En dat is een van de adviezen in dit boek, in het slothoofdstuk. Die adviezen gaan van groot naar klein. Mm-hmm. Van luister, als je meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag wil helpen, zou het heel interessant zijn om die sociale werkvoorziening te gebruiken. Want nu zijn die beschutten. Ja. Je komt er bijna niet meer in. Maar die infrastructuur bestaat nog steeds. En het zou een manier zijn om veel meer mensen aan de slag te krijgen als je het anders organiseert. En er sociale ondernemingen met echte ondernemers die het gaan besturen inzet. Ja. Ja. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Daar moeten we straks nog even op inzoomen. Maar laten we even kijken naar de structuur van dit boek. Je vertelt het verhaal van iemand anders, van Peter Hobbelen. Klopt. Waarvan je in het voorgezet gesprek zei van ja, ik ben eigenlijk in dit geval een soort ghostwriter. Ja, ik ben ghostwriter. Want jij hebt het opgetekend. Hoe is dat nou in zijn werk gegaan? Ik bedoel, heb je hem geïnterviewd? Ben je een tijdje zijn schaduw geweest? Wat ging er aan vooraf om het zo op papier te krijgen? Nou, het interessante is, ik ben Peter die ik ken vanuit mijn Drechtwerkperiode. Dat is al 20 jaar terug, ruim 20 jaar geleden. Daar was hij een tijdje financieel directeur. Mm-hmm. En we hebben altijd contact gehouden. En hij zei, als ik hem tegenkwam, ik moet toch eens dat boek gaan maken met mijn ervaringen en de adviezen die ik heb. Want hij begeleidt ook heel veel start-ups. Ja. En dat is uiteindelijk uitgemond in, laten we het dan ook gaan doen. Nou, de coronatijd was in die zin geluk bij een ongeluk, omdat we tijd hadden om het te doen. En dan ga je denken, hoe maak je nou zo'n boek? Want dan ga je zijn ervaring optekenen, dat is het middengedeelte van het boek. Mm. Maar je moet ook duidelijk maken, waar heeft dit nou mee te maken? Dit heeft te maken met die participatiewet. Ja, het heeft een kop en een staart nodig. Het heeft een kop en een staart nodig. Het heeft te maken met wat zijn dan social ondernemingen, waar moet je dan aan denken? En ik heb ook 4 start-ups geïnterviewd. Van wat doen die nou eigenlijk? Dat is heel leuk. En wat zijn dan tot slot een aantal adviezen die helpen om meer mensen aan de slag te krijgen? En ik vind het leuke dat Peter zich in die zin ook wel kwetsbaar op durft te stellen. Het is een man die, een energieke man, maar die ook wel zo op het randje heeft gelopen van aan het studiegeld van zijn kinderen kwam, waarbij zijn vrouw zei, ja, is het niet tijd dat je gewoon hier een baan gaat zoeken in plaats van al die avonturen? Maar hij gelooft echt in, een inclusieve, zoals dat zo mooi heet, samenleving. Dat je mensen vanuit verschillende hoeken en gaten met elkaar laat samenwerken. Maar dat betekent dat een van zijn ervaringen natuurlijk ook is dat hij weet hoe lastig het is om het ook financieel allemaal te rooien. Absoluut. En hoe belangrijk het dus is dat je daar ook op
let en op stuurt. Ja, daarom ook van een succesvolle social onderneming combineert dat zakelijke en het idealisme wat erachter zit. Ja. Dat heb je ook nodig. Ik heb zelfs nog een politiek voorbeeld aangehaald. Ik heb ooit Hans van Mierlo geïnterviewd. Mm-hmm. En die zei, in de politiek heb je nodig dat je een ideaal hebt, een visie, een verlangen. En vervolgens moet je kijken wat haalbaar is. En ja. Van Mierlo zei, het probleem is, mensen gaan kijken nu vaak in de politiek wat is haalbaar en gaan er vervolgens al of niet een visie bij bedenken. Nou, social ondernemers hebben vaak een visie, ja. maar missen soms de zakelijke inslag, ja. wat is nou haalbaar? Nou, en die heb je echt wel nodig. Nou geloof ik dat we op dit moment een premier hebben die die visie sowieso een vies woord vindt. Heeft hij al eens gezegd, ja. Terwijl ik maar, volgens mij is dat helemaal niet zo, maar dat kan namelijk volgens mij niet als je op die plek zit. Maar nou, volgens mij, ik ben ook iemand die zegt van, ik vind verlangen een mooi woord, maar in bedrijfsleven zouden ze dat visie noemen. Mm-hmm. Dat je voor ogen hebt wat je wilt bereiken, daar je doelen aan koppelt. En die heb je wel nodig, ook zeker als je een onderneming hebt. Wat onderscheidt jou nou in de markt? Ja. Daar moet je wel over nadenken. Kijk, die social ondernemingen zijn voor een groot deel eigenlijk in het gat gesprongen wat de participatiewet heeft laten liggen, door heel veel participatieplaatsen te creëren. Ja. En dat is een manier van financieren die werkt naast eigen producten. Mm. Want dat is natuurlijk het lastige vaak voor social ondernemingen. Hoe brei je het dan financieel rond? Ja. En je kan niet afhankelijk zijn alleen van fondsen. Ja. Je zegt dan is het middel het creëren van participatiebanen. Wat houdt zo'n participatiebaan dan precies in en waarom is dat zo'n goed middel om sociaal te ondernemen en ook om mensen op weg te helpen om daarin een bijdrage te kunnen leveren? Nou, participatieplekken zijn eigenlijk ervaringsplekken. Mensen die vaak, nou, om wat voor reden ook, arbeidsritme missen, krijgen de mogelijkheid om op een plek die bij ze past werk te verrichten. Ja. En met de mogelijkheid, als dat inderdaad voor hun ook mogelijk is, om door te stromen naar een betaalde baan. En daar zijn categorieën in. Er zijn mensen die zullen nooit doorstromen vanwege hun beperking. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die kansrijk zijn. Ja. En gewoon door ervaring op te doen de mogelijkheid hebben om een betaalde baan te vinden. Ja. En participatieplekken ondersteunen dat. Hm. En dat zijn dan, dat is dan in de vorm van leerwerkbedrijven. Ja. Dus zowel leren, werken. En zijn er nou aansprekende voorbeelden van leerwerkbedrijven, van bedrijven waar dit gebeurt, hier in Dordrecht, waar je tegenaan gelopen bent terwijl je hiermee bezig was? Nou kijk, in Dordrecht zijn er ook een aantal social ondernemingen. Ik ben zelf betrokken bij Wereldwijven, waar ik in bestuur zit. Ja. Dus daar zie je ook de worsteling tussen prachtige producten maken met zo'n 100 vrouwen vanuit verschillende culturen. En ook om dat financieel rond te krijgen. En daar maken we ook gebruik van participatiegelden. Mm-hmm. Maar zijn natuurlijk ook wel bezig van hoe maak je daar zo min mogelijk afhankelijk van. En dat is altijd lastig, omdat je naast eigen productie, verkoop, gewoon ook begeleiding nodig hebt. Ja. Dat is ook de worsteling. En dat hangt een beetje af van welke sector je zit. Kijk, ik heb 2 jongens geïnterviewd, die hebben Rebottled gestart. Die dachten van, wijnflessen worden allemaal weggegooid, kan je er niks mee. Die hebben bedacht tijdens een studieproject dat je er glazen van kunt maken. En die zijn dat gaan uitproberen, ja. En zijn na hun studie doorgegaan met dat bedrijf. En die hebben inmiddels met een grote glasproducent een contract gemaakt dat er 4 miljoen glazen per jaar worden geproduceerd van wijnglazen die anders in een glasbak waren verdwenen. Dus zo'n idee weten ze uit te werken. En daar zijn ook mensen bij betrokken die vanuit ervaringsplekken ervaring op doen en wellicht doorstromen. En zijn die dan betrokken in dat hele proces? Dus vanaf het inzamelen tot en met het eindproduct? Of nou, volgens mij vooral. Ja, volgens mij, dat weet ik niet helemaal precies, maar in ieder geval wel bij de productie ook. Ja,
En dat levert dan weer glazen op waar je wijn in kunt schenken. Waar je wijn in kunt schenken. Dat, en daar kun je ook allerlei modellen weer van maken. Ja. En allerlei accessoires omheen verzinnen. Je kan ook lampen ervan maken. Dat is wel, weet je wat, zo gaat zo'n product natuurlijk langzaam al meerdere kanten op. Maar het is wel interessant dat twee studenten nu zo'n bedrijf hebben. En daar vrij succesvol eigenlijk in zijn. Ja. Maar dat is één voorbeeld. Dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik. Is er nou een advies in dit boek waarvan jij denkt, daar had ik zelf nog nooit zo bij stilgestaan. En dat helpt mensen die dit lezen echt enorm bij het nadenken over sociaal ondernemerschap. Nou kijk, wat je wel nodig hebt is toch een plan. Hmm. Kijk, dat zeg ik terwijl ik eigenlijk nooit echt een plan heb gehad zelf. Maar goed, ik heb ook een bedrijf al 20 jaar. Maar het is wel handig toch als je zeg maar met meerdere mensen aan het werk gaat. Dat je toch wel een soort bedrijfsplan hebt als een soort richtingwijzer waar je gebruik van maakt. Ja. En je hebt ook wat financiële kengetallen nodig om op te kunnen sturen. Dat is toch wel iets, daar kun je eigenlijk niet zonder als je zo'n type onderneming start. En wat ik zelf interessant vind, is dat, dat zit ook wel in het boek, dat zeg maar, je als social ondernemer is het ook nodig dat je wat over wat zelfkennis beschikt. Dat je ook weet, waar kom ik vandaan, wat is mijn persoonlijke geschiedenis, wat zijn de dingen die ik heb meegekregen en wat helpen mij daarbij en wat belemmert mij soms. En een goed voorbeeld in dit boek is dat Peter ooit meekreeg, we maken geen ruzie. En dat heeft hem ook wel dwars gezeten in contacten, zakelijke contacten, waarbij hij eerder had moeten zeggen, zo gaan we dit niet doen en hier moet ik afscheid nemen. Hij zat sterk in het harmoniemodel. Hij zat sterk vanuit zijn opvoeding in dat harmoniemodel. Ja. En daar staan ook aan het eind wat tips over dat kennen, dat weten van jezelf, kan je helpen om een goede ondernemer te zijn. Ja, nog even, want je zegt, en het lijkt een open deur, wat je in ieder geval nodig hebt, is een plan. Alleen maar een idee is geen plan, hè? Dat is dan. Klopt. Ja, kijk, een goed idee heeft een incubatietijd van een half jaar, zeg ik altijd. Dus als het langer duurt dan een half jaar, je bent er heel lang mee bezig, dan wordt het vaak uitstelritus. Mm-hmm. Maar dus begint wel met een idee. Ja. En dat idee kun je omzetten in een plan. En je kan ook gewoon wel beginnen. En alle beginnersfouten maken, daar is niks mis mee. Maar het is dan wel handig om even een moment te nemen van, oké, waar sta ik nu? Ja. Hoe ga ik nu verder? Wat ging er goed? Wat heb ik verder nodig? Het zijn niet de meest ingewikkelde vragen. Ja. Maar je moet ze wel stellen. En misschien moet je ze ook stellen aan mensen die jou iets durven te vertellen. Mm-hmm. En wat stevige feedback durven te geven, waar je wat aan hebt. In plaats van mensen die alleen maar ja knikken, zoals jij nu doet. Het gebeurt te weinig, denk ik wel eens, dat met name mensen in de top van het bedrijfsleven die feedback nog opzoeken. Of echt dat tegendenken organiseren. Of echt zorgen dat ze in hun omgeving een luis in de pels hebben. Ja, de voorbeelden zijn er natuurlijk. Hè, dat mensen die aan de top staan van een grote onderneming vergeten om af en toe een jas aan te trekken en door bedrijf te lopen, één dag per maand. Ja. Om gewoon met mensen te praten. En hoe bevalt het je nou? En dat vond ik van Peter ook wel leuk, dat de eerste keer ik bij zijn bedrijf in Amersfoort was, maakte hem een rondje en dan is hij even met iemand in gesprek en dan weet je dat die persoon op vakantie is geweest net. Ja. En dat vind ik, die persoonlijke touch, aandacht. Kijk, leidinggeven is 5A, zeg ik altijd. Aandacht, 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 aandacht. Mm-hmm. Dus dat, en dat betekent als je alleen maar in je ivoren toren gaat zitten, dan ben je niet meer bereikbaar. En dan loop je het risico dat je inschattingsfouten maakt. Ja, en ik heb het boek nog niet helemaal gelezen. Ik kreeg het vanochtend in handen. Er spreekt wel in de dingetjes die ik gauw zag, er zit een boel humor in. Nou kijk, ik vind dat als je een serieus boek maakt, dan moet er ook lucht in zo'n boek. Mm-hmm. En dat is hier op twee manieren eigenlijk wel gedaan door een cartoonist, Janko. Die heeft bij elk hoofdstuk een cartoon gemaakt. En we hebben elk hoofdstuk beëindigd met een tweespraak. Waarbij ik Peter een vraag stel en of een paar vragen naar antwoord. Om ook wat lucht erin te krijgen, zeg maar.
Ja, ja, ik heb zo'n tweespraak. Ik weet niet of die de meest veelzeggend is, maar hier zit zo'n tweespraakje en dan is de vraag, jouw Duits moet fantastisch zijn, dat stimmt. Heb je daar nog iets extra's voor gedaan? Praktijkles in einem Biergarten. Na 2 gepulle bier sprak ik vloeiend Duits. Dan denk ik, de kern is natuurlijk, als je de taal wil leren, moet je gaan zitten waar je die taal gewoon moet gebruiken. Nou ja, hij heeft heel lang in Duitsland gewerkt. Ja, dus vandaar dat je dan denkt, bij zo'n afsluiting van zo'n hoofdstuk kunnen we daar iets mee. Mm-hmm. En zo kom je al pratende tot zoiets. Dus, ja. Dus het is in die zin een in samenspraak gemaakt boek. Waarbij ik de pen heb gehanteerd. En hij, het is zijn verhaal natuurlijk uiteindelijk. Het is uiteindelijk zijn verhaal met een aantal dingen die je dan als schrijver vanuit je ervaring in de structuur weet te brengen van het boek. Ja. Dus dat is eigenlijk de samenwerking geweest waar ik met heel veel plezier aan heb gewerkt, moet ik eerlijk zeggen. En het boek ligt er nu. Ja. Vandaag komt het uit, het is 23 oktober. Je gaat straks naar Utrecht volgens mij om het eerste exemplaar te overhandigen aan niet de eerste de beste. Klopt, ja. We gaan het eerste exemplaar overhandigen aan Job Cohen. Die is dan voorzitter van de Organisatie van Sociale Werkvoorzieningen, CEDRIS in Nederland. Want omdat we denken dat het boek eigenlijk wel voor heel veel verschillende mensen interessant kan zijn. Voor politici, om je een beeld te geven. Er zijn 2 politieke partijen die hebben nu iets over de sociale werkvoorziening, omdat het niet functioneert, in hun programma's naast, CDA en SP. Verkiezingen komen eraan. Ja. Wethouders, toch interessant om eens wat meer te weten. Peter is 7 jaar directeur geweest van de sociale werkvoorziening. Naast allerlei bedrijfsonderdelen van slecht renderende bedrijfsonderdelen van sociale werkvoorziening die hij op een gegeven moment dan kocht om ze beter te maken. Mm-hmm. Met alle gedoe van dien. Dus eigenlijk, hij doet practice what you preach. Want hij is gewoon sociale werkvoorziening wel naar sociaal bedrijf gaan omzetten. Ja, klopt. Hij heeft onderdelen overgenomen en die heeft hij omgezet naar sociale ondernemingen. Dus in die zin klopt het dat hij vanuit zijn ervaring wat te vertellen heeft. Dat vind ik ook het interessante van het boek. Maar dus zeg maar naast politici, beleidsadviseurs, maar ook studenten. Er is tegenwoordig een lectoraat sociaal ondernemerschap. Mm-hmm. Dus ook voor studenten is echt interessant. Ja. Naast gewone ondernemers die gewoon denken, waarom kan ik niet gewoon iemand aannemen die misschien een handicap heeft? Maar goed, we hebben allemaal een handicap, alleen bij sommigen zie je het wat meer. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Wat ga jij Job Cohen straks vertellen als je hem tegenkomt in Utrecht? Nou, hij heeft het gelezen, begreep ik, dit weekend. Dus ik ben vooral nieuwsgierig wat hij van het boek vond. Ja. Zal hij ongetwijfeld ook in een korte speech wel aan je teruggeven. Die feedback krijg je wel. Dat hoop ik te horen. Kijk, Job Cohen is natuurlijk een interessante man, omdat hij burgemeester is van Amsterdam en daarna de politiek in is gegaan. En eigenlijk was dat niks voor hem. Dat debat, die interrupties, daar heeft hij volgens mij niet de beste herinneringen aan. Dus ik ben wel nieuwsgierig wat hij nu eigenlijk doet. Ja. Gewoon naast dat voorzitterschap, wat is nou... Dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar eigenlijk, om dat eens te weten te komen. Nou ja, ik wens jou in ieder geval een heel goed onderhoud met Job Cohen. En heel veel plezier in Utrecht met de uitreiking van dit eerste exemplaar. Vanaf vandaag dus ook in de winkel, hè? Vanaf vandaag in de winkel, ja. Het is overal verkrijgbaar. Dus, dus mensen die belangstelling hebben voor sociaal ondernemen en voor een aantal tips om daar goed mee om te gaan. Heel mooi boek verschenen. Ga het lezen. Ga ik ook doen, in ieder geval. De Gouden Heenbladeren, dat is nog niets. Ik geef je deze terug, want die moet je mee hebben. Die moet mee hebben, ja. Heel veel succes in Utrecht. Oké, dankjewel. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel voor het gesprek. Oké. Okay.